Dames en heren, welkom bij deze raadsvergadering. Meneer Wildfank, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Fijn dat u erbij bent. En ik heb de heren en dames van de raad gevraagd om niet te zingen. En daar bent u blij om. Meneer Ellebroek is afwezig. En mevrouw... Die komt later. Ja, ik was het even kwijt. Iemand kwam later. Daar is ze. Dag, mevrouw Betsy. Spreekrecht burgers, daar wordt geen gebruik van. En dan ga ik naar de vragenronde. En er zijn zowel mondelijke vragen als schriftelijke vragen. En ik begin, als het goed is, met de mondelinge vraag. Ik het woord geven aan de heer Raamaker van Gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst ook nog gefeliciteerd, want de burgemeester was zaterdagjarig. Dus als nestor van de raad denk ik dat het goed is dat ik even de felicitatie overbreng namens de hele raad. Dan hebben we twee rondvragen. De eerste gaat over de woninginbraken. We hebben kunnen lezen in de regionale kranten dat de gemeente Dalfsen steeds minder last heeft van de inbraken. Dus enkele weken terug is dat gepubliceerd. En dat was dan in 2015 46 gevallen. Inmiddels zitten we in het nieuwe jaar en wordt er op de Vennenberg en de omgeving daar volop weer ingebroken. De Vlierhoek en noem maar op, maar ook in Orleuzen. Zelfs meerdere malen per maand. Onze vraag is, kan de politie extra surveillance en toezicht gaan uitvoeren in het buitengebied? En ja, ook alle andere buitengebieden in onze gemeente kunnen deze surveillance goed gebruiken. Misschien kunnen de rijdende brigades van stadswachten ingezet worden om 's nachts een ronde te maken en bij onraad kunnen ze altijd snel de politie inschakelen. En de tweede tegelijk achteraan? Nee, laten we die maar even bewaren, want die is voor wethouder van Leeuwen en deze is voor mij. Oké. En als u het goed vindt, reageer ik onmiddellijk, meneer Raamaker. Dank voor uw vraag. En het klopt, laten we daar eerst mee beginnen. Het klopt ook dat in 2015 het aantal woninginbraken enorm is gedaald. Ik geloof ongeveer gehalveerd, ik doe het uit mijn hoofd, iets van 45. Tegen meer dan 90 het jaar ervoor. Dus dat is prachtig. En dan realiseert u zich ook goed, en dat doet u, dat een woninginbraak voor mensen echt veel impact heeft. Het gaat niet alleen maar om de spullen die je kwijt bent, maar het gaat ook echt om de inbreuk en de aantasting van je leven eigenlijk. Dus dat is geweldig. Ik heb ook altijd gezegd dat pas op, want als het goed gaat met een beetje pech, weet weer een bende je te vinden en ben je weer aan de beurt. Ik herinner me in 2014 dat op een bepaald moment in Nieuw-Leuzen in een bepaalde wijk, ik geloof 8 of 9 inbraken in 2 of 3 dagen tijd plaatsvonden. Dus zo snel kan het gebeuren. En het tweede wat ik gezegd heb, is dat... ik hoop en ook denk dat vooral het preventieve beleid wat is gevoerd echt helpt. De WhatsApp-groepen hebben echt effect in Oud-Leuzen, maar ook in Ankum. Tot zover even algemeen. Dat was dus 2015 en 2016 starten we slecht. Daar heeft u helemaal gelijk in. Het gaat niet om woninginbraken, dat vind ik wel van belang, want het is toch ook qua impact echt iets anders. Maar in Vennenberg gaat het om 7 schuren inbraken. 3 keer Vlierhoekweg en 2 maal Vennebergweg in Hessem. En 2 keer Kortersweg in Damsholte. En het gaat ook niet alleen maar om maaiers, zoals dat vroeger was, maar het gaat hier ook echt om dure spullen, paarden, spullen en dat soort dingen. Dus dat is echt heel vervelend. Uw idee om daar de toezichthouders voor te gebruiken. En dat gaat ons niet lukken. Daar hebben we eigenlijk maar veel te weinig uren voor beschikbaar. Dat helpt niet. Plus dat die ook overdag met name in de kern actief zijn. Maar extra surveillance lijkt mij wel echt een optie. En dat geef ik ook, dat zal ik ook doorgeven aan de politie. Dat daar behoefte aan is. Zeker in de komende weken. En misschien dat we ook nog een keer gaan onderzoeken of we daar ook een WhatsApp groep kunnen opstarten. Zodat men elkaar ook gewoon waarschuwt op het moment dat er ideeën zijn dat er misschien iets niet pluis is. Dus... tot zover mijn reactie. Trouwens, en dat heeft u niet om gevraagd. Ook het aantal woninginbraken in januari en februari is gewoon weer teleurstellend. 14 in totaliteit. Dat zien we liever niet.
Misschien anderen nog vragen naar aanleiding hiervan? Meneer Raamaker, u nog in tweede instantie? Oké, dank voor uw vraag in ieder geval. En ik glijd hem door naar de politie. U had een tweede vraag, meneer Raamaker. Mag ik daar gelijk mee doorgaan? Ja, dat betreft de vraag naar een zebrapad aan de Mr. Goorenstraat. En we krijgen opmerkingen vanuit de bevolking van Lemerenveld dat de oversteek Mr. Goorenstraat over de drukke Kerkstraat richting Kroonplein een gevaarlijke situatie oplevert. Vanaf woonzorgcentrum Brugstede valt het zwaar voor ouderen om daar te plekken over te steken. Zowel met een rollator en een rolstoel, maar ook mensen met andere beperkingen zoals slechte been, slechtziend, noem maar op. Die vinden dat toch allemaal een zeer nare situatie. We weten ook dat er een handtekeningactie is geweest in Lemmerenveld. En dat bij 30 kilometer geen zebrapad van toepassing is. Maar toch willen we het college met klem vragen om daar een zebrapad te realiseren. De oversteekruimte is al aangeduid, alleen de witte strepen van de zebra ontbreken nog. Kunt u op korte termijn de wensen van de bevolking in Lemmerenveld daar uitvoeren en realiseren dat daar een zebrapad komt? Wij vernemen het graag van wethouder Van Leeuwen. Dank u wel, meneer Raamaker. Als wethouder Van Leeuwen het goed vindt, dan geef ik even de heer Lochtenberg van het CDA. Stel ik ook in de gelegenheid om zijn vraag te stellen, want volgens mij ligt hij ongeveer op hetzelfde gebied. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Dat gaat inderdaad ook over de veiligheid rondom en op het Kroonplein. We hebben het iets breder getrokken, de vraag. Die luidt als volgt. Sinds kort is de uitbreiding en renovatie van het Kroonplein in Lemmerenveld gereed. Een doelstelling is een plein met ruimte voor verblijf en parkeren. Daarbij is de veiligheid voor voetgangers en fietsers uitgangspunt. De auto is er te gast. Het is natuurlijk allemaal nog maar net klaar en mensen moeten duidelijk nog wennen. Maar tot nu toe voelen mensen zich onzeker op het plein en lang niet altijd veilig. Automobilisten zijn de doorgaande blik maar kijk het weg gewend en lijken zich nog weinig bewust dat ze een plein oprijden. Getuigen de in ruime mate ondertekende handtekeningactie voelen voetgangers zich op de route vanaf verzorgingshuis Brugstede naar het winkelcentrum, naar de Brugkerk en naar het cultuurhuis niet veilig. Wat verwacht de wethouder? Is het een kwestie van tijd of zijn er aanvullende maatregelen nodig om de veiligheidssituatie te verbeteren? Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Wethouder Van Leeuwen, ik stel u in de gelegenheid. Dank u wel, voorzitter. Nou, zoals in de vraagstelling van het CDA al wordt verondersteld, moeten mensen duidelijk nog wennen aan de herinrichting van het centrumplan van Lemmerenveld. Het is een plein waar parkeren mogelijk is en de indruk op dit moment is dat men denkt dat het een parkeerterrein is dat ook als plein gebruikt kan worden. De situatie was overigens ook nog niet helemaal duidelijk door het niet goed zichtbaar zijn van de rijlopers, er ligt nog steeds zand op de klinkers, dat moet eerst inzakken. En tijdens de werkzaamheden hebben de verkeersdeelnemers ook te maken gehad met per fase van werken een steeds veranderende routering. Het was op een gegeven moment ook mogelijk, terwijl het eerst verboden was, om aan de kant van Bakkerij van de Most onder de tunnel door te gaan voor auto's. Dat mag nu niet meer, maar we zien nog steeds dat auto's daar gebruik van maken. Ik heb inmiddels een gesprek gehad met de initiatiefneemster van de handtekeningenactie, mevrouw Knobben, Stamsnijder. En onderstaande punten zijn met haar besproken. Daar kom ik zo even op. Daarnaast hebben we gedurende de uitvoering de situatie met de betrokkenen, waaronder de middenvelieden, besproken en geprobeerd kleine maatwerkoplossingen door te voeren. Voor de korte termijn zijn de volgende maatregelen genomen. En dat is bedoeld om de verkeerssituatie duidelijk te maken, te verbeteren, waardoor de weggebruikers het gedrag kunnen aanpassen. Zo gaan we de antraciet gekleurde driehoeken, die gaan we ophogen, opsluiten met een straatband, zodat er een optisch hoogteverschil ontstaat. Er zijn inmiddels extra witte stenen aangebracht om de parkeervakken duidelijk te maken, want dat was voor de mensen niet voldoende helder. Er is een flyer in voorbereiding, die is vorige week ook besproken met de werkgroep. En in de flyer is het de bedoeling dat we een duiding geven van de verkeersfunctie en de routering, hoe dat bedoeld is, hoe je dat zou moeten doen. We gaan dat onder andere op de basisscholen uitzetten, maar ook het winkelend publiek. En we gaan grote posters daarvan ophangen in de winkels.
Er is inmiddels een smiley geplaatst ter hoogte van de kerk langs de Blikman-Kikkertweg. En die wordt in een later stadium ook nog aan de Kerkstraat geplaatst om de mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze rijden. Morgen is er overleg met de BTB-groep, de minder validen die gebruik maken van het verkeer. En dat gaat over het vraagstuk van de geleiding voor de slechtzienden. Tevens heb ik verzocht om daar te kijken naar een mogelijkheid om ook het oversteken te begeleiden. Ik ga zelf ter plaatse kijken naar de verkeerssituatie en dan in het bijzonder de oversteekbaarheid van de Kerkstraat voor de genoemde mensen van Brugstede. De wenselijkheid van het zebrapad zal ik daarbij zeer serieus bekijken. En met de Raad, overigens, is al afgesproken, mede naar aanleiding van vragen vorig jaar, dat we ongeveer een jaar na oplevering een evaluatie gaan uitvoeren over het functioneren van de herinrichting van het centrumplan, om te kijken wat er nog eventueel aan verbeteringen noodzakelijk zijn. De bovenstaande werkwijze is met politie, Veilig Verkeer Nederland, de BTB en de werkgroep Kroonplein besproken. En wij zullen ook niet schromen om aanvullende maatregelen te nemen. Dank u wel. Anderen misschien, naar aanleiding van de reactie van de wethouder. Ik zie niemand. Meneer Raamaker. Even een aanvullende vraag. U gaf aan, u gaat kijken naar dat zebrapad, maar hoe lang gaat het ongeveer duren? Wacht u de evaluatie af? Nee. Het is mijn bedoeling om morgen te gaan kijken, meneer Raamaker. Oké, dan kan die overmorgen daar liggen. Dank u wel. Dat gaat ook weer niet, want daar zijn weer bepaalde besluiten voor nodig, dus dat gaat wat langer duren. Maar ik ga daar echt op zeer korte termijn kijken. Nee, maar wij constateren de toezegging dat u gaat kijken en verder gaan we nog niet met de toezegging, meneer Raamaker. Meneer Lochtenberg nog, voor het CDA? Nee, dank u wel. Geen behoefte. Dan heb ik nog een vraag, een mondelinge vraag. En die is van mevrouw Lassen van de ChristenUnie, als ik het goed heb. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over de toekomst van het WMO-vervoer. In de commissievergadering van 1 februari is het onderwerp de toekomst van het WMO-vervoer besproken. In het bijbehorende raadsvoorstel staan de volgende passages. Onder ad A staat, hiervoor is al aangegeven dat het nieuwe beleid geen voortzetting is van het bestaande regiotaxi als WMO-voorziening. Als een lokaal systeem van de grond komt, ontstaat in WMO-termen een algemene voorziening. Dit heeft gevolgen voor de indicatiestelling. Met andere woorden, wie komt nog wel voor de maatwerkvoorziening in aanmerking en van wie wordt verwacht dat ze op eigen kracht dan wel via de algemene voorziening in de vervoersbehoefte kunnen voorzien? Het volgende citaat staat onder het stukje communicatie. Daar staat, er zijn in beginsel 3 doelgroepen betrokken bij het WMO-vervoer, waar ook de communicatie op moet zijn gericht. Ten eerste de WMO-pashouders. Dit zijn ongeveer 600 mensen. Voor deze groep moet duidelijk worden wat het nieuwe vervoersbeleid en de nieuwe voorziening voor hen betekent. Mogelijk dat er zelfs sprake is van een grootschalige herindicatie als de WMO-pashouders geen gebruik meer kunnen maken van de regiotaxi. Tot zover de citaten. Op 4 februari werd er in de Trefkoele Plus een informatieavond gehouden over het WMO-vervoer. Tijdens deze avond werd uitgesproken dat er voor de huidige WMO-pashouders niets zal veranderen en dat zij die nu een pas hebben, die zullen houden en dat ze gebruik kunnen blijven maken van de regiotaxi. Deze toezegging werd naar vragen van aanwezigen nadrukkelijk bevestigd. Meerdere aanwezigen, WMO-pashouders, spraken die avond een tevredenheid uit over deze toezegging dat er voor hen niets zal veranderen. Deze toezegging tijdens de informatieavond lijkt in tegenspraak met de informatie in het raadsvoorstel. Er zijn dan ook 3 vragen. 1. Waar is vastgelegd welke toezegging die avond is gedaan? En 2. Wat is de juiste formulering van deze toezegging? En 3. Hoe verhoudt die toezegging zich tot de informatie in het raadsvoorstel? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lassen. 3 heldere vragen. Wethouder Van Martels, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was ook inderdaad op die betreffende informatieavond en ik moet zeggen dat ik ook een beetje verrast werd door die pertinente uitspraak. Ik heb echter wel even gekeken hoe zit het nou precies. En ik heb wel geconcludeerd dat de toezegging op die informatiebijeenkomst op 4 februari, dat die niet in strijd is met het raadsvoorstel. Want in de toekomstvisie is bepaald dat een lokale vorm van vrijwilligersvervoer ook moet kunnen voorzien in de vervoersbehoeften van de bestaande WMO-pashouders. En dit verandert niet. Praktisch gezien moeten dan wel de voorwaarden zijn geschapen.
En omdat op dit moment onvoldoende waarborgen zijn dat er op 1 januari 2017 een alternatief vervoerssysteem operationeel is, kunnen de huidige WMO-pashouders ook na 1 januari 2017 gewoon gebruik maken van de regiotaxi. Als de voorwaarden daartoe aanleiding geven, dan kan deze groep worden verwezen naar een lokale vrijwilligersvervoersservice. Dit kan bijvoorbeeld per 1 januari 2018 of 1 januari 2019, maar wellicht wordt het nog iets later, omdat natuurlijk alle voorwaarden wel moeten zijn gecreëerd. Er moet gewoon worden bezien hoe een lokaal vervoersalternatief van de grond komt. Wel kan bij de beoordeling van nieuwe aanvragen om een WMO-vervoersvoorziening rekening gehouden worden met de mogelijkheden van een alternatief lokaal vervoerssysteem. Het overzetten, tussen aanhalingstekens, van de bestaande groep WMO-pashouders van de regiotaxi naar een alternatief vervoerssysteem kan pas na een goede communicatie, daar hamert u ook volgens mij altijd op, herindicatie en met inachtneming van een overgangstermijn. Op dit moment wordt in regionaal verband een aanbesteding gedaan voor de regiotaxi zonder het OV-deel. Wellicht te noemen regiotaxi 2.0. Dit gaat in op 1 januari 2017. In beginsel komen alle Dalfsense WMO-pashouders hiervoor in aanmerking. Indien de nieuwe vervoerder bekend is, zal dit met de WMO-pashouders worden gecommuniceerd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Andere, naar aanleiding hiervan, behoefte voor aanvullende vragen? Niet? Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat de toezegging die gedaan is, er verandert voorlopig niets? Die klopt, want er blijft een vervoersvoorziening. Maar het kan wel zo zijn dat vanaf 1 januari 2017 of 2018 de organisatie die dat vervoer zal verzorgen, dat die kan veranderen van een professionele regiotaxi in een vrijwilligersorganisatie die het vervoer doet. Klopt het? Is dat zo goed samengevat? Voor een groot deel wel, maar het is niet zo dat 1 januari 2017 is nog lang niet alles geregeld. Dus wat dat betreft is 1 januari 2018 of nog veel later pas zijn voldoende voorwaarden gecreëerd. Dus daarom was die uitspraak op die avond wel de goede, denk ik. Van verandert er volgens voor mij 1 januari 2017 iets, kan ik als WMO-pashouder dan nog gebruik maken van de regiotaxi? Die was op die avond gerechtvaardigd. Er werd niet gezegd van of dat ook op lange termijn zo zou zijn. Dus we kijken naar alternatieven, maar als er geen alternatieven zijn, dan blijft het zo tot een lengte van jaren. Maar we kijken wel naar alternatieven. Maar we voorwaarden. Voldoende, mevrouw Lasje? Nog graag één opmerking, als het mag, voorzitter. Ja. Terecht werd hier links van mij gezegd, het gaat om vooralsnog. Mijn indruk was op die avond dat de mensen die vragen stelden wel de indruk kregen dat het heel lang zo zal blijven. En zoals u al zei, communicatie is heel belangrijk. Maar ik denk ook op dit stukje dan. Dat het heel belangrijk is om de mensen goed mee te nemen bij dit verhaal. Dat het echt niet is van het is tot altijd zo. Maar dat ze tijdig op de hoogte worden gebracht van veranderingen. Maar u zei het al, maar het is een stukje onderstreping van mij. U bent het beide met elkaar eens. Dan kunnen we het daarbij laten, toch? Denk ik, of niet? En als dat zo gaat naar punt 3b, schriftelijke vragen. Meneer Royakkers, D66, u heeft een schriftelijke vraag ingediend. Die moeten wij dan vervolgens agenderen. Zo werkt dat met ons reglement. En u heeft een beantwoording gehad. En als ik de beantwoording goed interpreteer, dan staat er dat er nog niks te zeggen valt en dat er nog meer tijd nodig is voor een inhoudelijke beantwoording. Echter, dat is wel een beantwoording en die moesten wij dus agenderen. Nu, dus we hebben hier iets procedureels geagendeerd. Ik vind eigenlijk dat ik het er al te lang over gehad heb, maar misschien bent u dat met ons eens. We komen de komende maand weer terug, want dan wordt hij opnieuw geagendeerd. Voorzitter, dat is nou net hetgene waar ik vroeger altijd al van dacht dat het zo zou werken. En tot nu toe was ik altijd redelijk gerustgesteld, maar dit is weer inderdaad zo'n procedureel antwoord. En indien de wethouder dat wil, dan wil ik hem ook heel graag in contact brengen met degene die bij de luchtverkeersleidersvereniging dit in portefeuille heeft. Misschien is dat verhelderend. Nou, zo'n aanbod slaat de wethouder nooit af, denk ik. Toch? Dus. Ik heb in mijn netwerk heel weinig luchtverkeersleiders. Dus, als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtverkeersleiders. Een uitbreiding. Oké, gaan we doen. Maar nogmaals, er is hier veel te weinig expertise in huis, dus we hebben een externe moeten inhuren. Maar ik hou me aanbevolen.
De wethouder is u dankbaar en houdt zich aanbevolen. En dan komen we er gewoon op terug, meneer Royakkers, want het verdwijnt niet. Voorzitter. Ja, meneer. Even toch een aanleiding van dit punt. We vinden het erg attent van D66 dat deze ontwikkeling is opgemerkt. En met name de effecten voor Dalfsen, althans potentiële effecten. Want inderdaad, het zweefvliegveld is toch ook wel iets wat ons zeer bekoort. En sowieso de overlast ook voor inwoners in het algemeen is toch een aandachtspunt wat serieus aandacht verdient. Dus we ondersteunen graag dit verzoek. ChristenUnie sluit zich aan. Duidelijk. Mag ik naar de stelling van de agenda? U heeft hem gezien en toegevoegd is ook agenda punt 6a. En dat was de motie over de N340 en de N377. Mag ik die vaststellen, die agenda? Dat heb ik dan daarmee gedaan. Dan ga ik naar agenda punt 5. Reconstructie Rijksgrondse Dijk. En hier had ik voor mezelf even de vraag, moeten we nog het hele, alle drie de rondes doen, zeg maar, of mogen we snel naar opiniëren toe? Dat laatste zou mijn voorstel hebben. Of heeft u nog dingen voor de beeldvorming? Ik ga naar opiniërend. Wie mag ik het woord geven? Ik wil graag iemand het woord geven. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, we zijn niet altijd de eerste op dit dossier, omdat we jaren geleden al zeiden van, doe het nou gewoon op de manier waarop het college het voorstelde, dat is jaren geleden, 4 jaar geleden geloof ik, had ook 4 jaar eerder gekund, maar wij volgen het college op dit moment in de wijze waarop het voorstel wordt ingediend. En ja, we staan daar achter, noordelijke parkeerstroken, passeerstroken. Meneer Raamaker, gemeente Verlaan. Ja, voorzitter, de aandacht nog vestigen op de bebording is denk ik een goede. En ja, verder hebben we alles in de commissie al aangegeven, dus daar gaan we niet weer over doen. Voor nu eerst klinkt het prima. Voor ons is het eigenlijk een tijdelijke oplossing. We wachten de plannen van het waterschap verder af. En wat die plannen dan voor ons bieden, dat is in de toekomst. Dus we zijn benieuwd waar het waterschap mee komt. Dus voor nu akkoord. Dank u wel. Met aandacht voor de bebording gevraagd. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Het is toch een bijzondere avond. Vanavond besluiten we over de Rijksgrondse Dijk en er komt een eind aan langdurig. En ik wil u ook wel zeggen, op het moment een heftig traject. Positief geduid, veel mensen zijn betrokken. Het komt eind aan een toch zorgvuldig proces. Vooral het laatste stuk. Kijk ook met genoegen op terug. We hebben op veel manieren inwoners en deskundigen betrokken, ook gehoord. En uiteindelijk zijn we gekomen tot de vraag aan welke kant van de dijk de passeerstrook moet komen te liggen. En daarbij hebben we vernomen dat beide varianten veilig zijn. De ene 7,5 en de andere 8. Terwijl de 7,5 weer iets meer aansluit bij de situatie zoals we het nu kennen. En dat betekent voor ons, voor de fractie, dat we ook naar andere aspecten kunnen kijken. Zoals de esthetiek. Ik heb het in de commissie al even benoemd. Dan ga ik even terug op een rapport wat het overzicht heeft geschreven, ik geloof in 2013, die juist het zuidelijke deel van de dijk authentiek noemt. Dus de authenticiteit van het zuidelijke deel van de dijk roemt en ook daar vraagt om voorzichtig mee om te gaan. Nou, als je dat dan combineert met het feit dat als je aan de zuidelijke weg ook parkeerhavens moet gaan maken, dat je daar hekjes moet gaan plaatsen en dat je ook puisten aan de dijk gaat doen, moet toevoegen, dan doen die juist afbreuk aan die authenticiteit waar we zo zuinig op zouden moeten zijn. En juist dat onderdeel heeft ons doen besluiten om te kiezen voor de passeerhavens aan de noordzijde. Daarbij geven we wel aan het college mee dat het duidelijk moet worden aangegeven op de weg, maar ook in het donker, zodat niet in het andere stuk vanaf de bocht aan de rechteren mensen daar met een onveilig gevoel gaan rijden. Dus dat juist in het donker de veiligheid het veiligheidsgevoel ten goede komt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Tot zover. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, er is inderdaad al heel veel over gezegd over dit onderwerp. Dus wat mij betreft kunt u inderdaad ook kort houden. Wij zijn toch wel een beetje teleurgesteld dat het kennelijk nu gaat blijven bij het voorstel zoals het er nu ligt. Er is een onderzoek naar gedaan. Er zijn deskundigen die zich erover uitgesproken hebben en die zeggen allemaal van, met het oog op de verkeersveiligheid zou het de voorkeur verdienen om aan twee zijden, noord en zuid, passeerstroken aan te leggen.
En het voorstel voorziet maar in één kant, de noordzijde. En wij vroegen ons een beetje af van ja, waarom laat je je eigenlijk adviseren als je dat dan vervolgens toch niet doet? Wat is dan de waarde van een dergelijk advies? Maar goed, daar kunnen we lang en breed over hebben. Kan ook tellen. Dus wij gaan ons er niet al te ingewikkeld over uitlaten. Wij zouden nog steeds de voorkeur hebben voor passeerstroken aan weerskanten van de Rechternse Dijk. Wij denken dat het zowel voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het zicht erop de beste oplossing zou zijn. Een 7,5 of een 8 hoor ik net die uitslag zeggen. Ja, waarom zou je voor een 7,5 kiezen als een 8 ook kan? Ik zou op school wel geweten hebben wat ik zou doen. Ik bedoel, als ik mocht kiezen van een leerkracht, zou ik een 8 kiezen. Waarom niet? Het ligt er dan toch maar. Voor het overige is het natuurlijk goed dat we nu zover zijn dat we in ieder geval stappen gaan zetten. Laat dat ook even helder zijn. Daar zijn we wel erg blij mee. Dus ik ga in ieder geval tegenstemmen tegen het voorstel. En ik doe gelijk maar de stemverklaring erbij. En dat zit hem in die twee kanten van de passeerstrook. Hoewel we verder wel ons kunnen vinden in de oplossing natuurlijk die in grote lijnen voor ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Hooijakkers, uw behoefte? Ja, ik heb heel grote behoefte, voorzitter. Te beginnen sluit ik mij aan bij de argumenten van het CDA en de Partij van de Arbeid. En dat klinkt misschien raar, maar dat is het denk ik niet. We zijn inderdaad aan het eind van een langdurig proces. Beide varianten zijn voor D66 acceptabel. Want in beide gevallen voldoen wij aan een punt van ons verkiezingsprogramma, namelijk dat de laanstructuur intact blijft. En dat de bomen niet worden gekapt, althans vrijwel niet. Dus wat dat betreft allebei. 7,5, 8, ja, ik vind esthetiek ook belangrijk. Voor verkeerstechnische overwegingen zou ik ook aan beide kanten uitwijkhavens willen. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van handhaving. Kijk, waar wij bezorgd voor zijn is dat als er aan één kant van de weg, namelijk vanuit Dallassen richting Lemmerdeveld, helemaal niet hoeft te worden uitgeweken, dat men dan denkt, ja, dan kun je ook lekker snel doorracen. Dan moeten de anderen maar opzij. En dat was de hoofdoverweging waarom dat wij in eerste instantie toch voor die tweezijdige uitwijkhavens zijn. Maar misschien dat de politie af en toe eens kan handhaven en bekeuren als daar vooral die ene kant op te hard wordt gereden. Dus in die zin kan ik heel goed leven met het voorstel van het college. Hoewel voor de veiligheid het beter andersom zou zijn. Ik wil eigenlijk nog een opmerking maken richting het gemeentebelangen. Kijk, want ik kan ook tellen. Dus ik weet als CDA en gemeentebelangen allebei voor Noordkant kiest, dat dan weinig uithaalt om tegen te stemmen, tenzij je dat het principiële overwegingen doet. Maar waar ik wel een principieel tegenstander van ben, is dat het gemeentebelangen, en nu niet voor de eerste keer, want de heer Ramaker werd ook in de krant geciteerd, die zei dat hij in de toekomst nog altijd graag een nieuwe laan met nieuwe bomen ziet. En nu zei hij ook weer dat het een tijdelijke oplossing is. Nou, wat ons betreft is het gewoon nu een eind aan dit proces en het moet hier een punt achter zetten. En alleen als het noodzakelijk is, dit dossier weer openen. En wanneer zou het noodzakelijk kunnen zijn, als blijkt dat vanuit verkeerstechnische overwegingen toch niet voldoet, of wanneer blijkt dat het waterschap met de dijk verhogen ons dwingt om tot een andere oplossing te komen. Maar dan word je gedwongen door derden en ik zou zeggen vanuit de raad zetten wij hier gewoon een punt achter vanavond. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hooijakkers. Meneer Schuring. Ja, die punt, ik weet nog niet of ik het daar mee eens ga hebben. Doorstroming hadden we als eerste onze voorkeur in liggen. En dat vonden we erg belangrijk, vinden we erg belangrijk. Helaas, we zijn verder in het traject de andere kant op gegaan. Daar werd veiligheid als tweede belangrijke benoemd. Dat bleef eigenlijk nog over. En ik denk dat iedereen het daar ook mee eens is. Veiligheid is verschrikkelijk belangrijk. Des te teleurstellender vinden wij het dan, dat als je kunt kiezen tussen een 7,5 en een 8, dat we dan kiezen voor de minst optimale, terwijl het verschil niet zo heel erg groot is. Eigenlijk zou je moeten zeggen, veiligheid zouden we voor een 10 willen gaan. En dan is een 8 is goed genoeg misschien, maar 7,5, terwijl er een andere optie ligt, snap ik niet zo heel erg goed. Hoe veilig het dan is en hoe overzichtelijk het gaat zijn, dat gaat moeten blijken. Want ja, ik denk dat we tekeningen kunnen maken
berekeningen kunnen maken. En uiteindelijk zal moeten blijken hoe men op die weg gaat rijden en hoe het verkeer zich gaat bemerken. En ik ben zelf wel een beetje in de aanname dat we daar nog wel eens een keer een herstelpuntje gaan krijgen. Maar daar gaan we dan tegenaan lopen. En of het een tijdelijke oplossing gaat zijn. Nou ja, ik vind die doorstroming nog steeds verschrikkelijk belangrijk. Dus van mijn kant hoeft die punt niet gezet te worden. Punt nu, maar terzijde tijd zal het misschien wel weer eens een keer te sprake komen. Er zullen ook wel weer bomen verdwijnen in de loop der jaren. Maar tweezijdig, de 8, dat is wel degene waar we voor gaan. Wethouder Van Leeuwen, ik geef u even nog de gelegenheid om te reageren. Waarbij ik formeel de opmerking maak dat als straks de stemming geweest is, in ieder geval het college dit dossier sluit. Het staat aan de raad vrij om het te openen weer als ze het weer wil. Dus dat is aan u. Maar wij gaan het mapje echt dicht doen en in het archief plaatsen. En dat moet u eerlijk bekennen, dat vinden we ook wel fijn ook voor een tijdje. Zo eerlijk wil ik wel graag zijn. Wethouder Van Leeuwen. Dank u wel. Misschien moet daar dan een briefje bij dat het heel ver weg gestopt moet worden. Voor wat betreft ergens een punt achter zetten, taaltechnisch kun je ook een punt komma zetten. En dan moet je ook opnieuw met een hoofdletter beginnen. Dus ik sluit niet uit, maar dat heeft alles te maken met de toekomstplannen van het waterschap. Daar wachten we even rustig op. Eind dit jaar is de studie, althans dat is de bedoeling, afgerond. Dan zullen we in de loop van volgend jaar met conclusies komen wat daar oplossingen moeten gaan worden. Maar ik voorzie niet voor 2022 dat men daar ook daadwerkelijk aan de slag zal gaan. Dus wat dat betreft kan het voorlopig in een dossierkast. En voor het overige wil ik erop wijzen dat als we het voor de veiligheid zouden doen, dan zou het voorstel van het college moeten zijn om helemaal niets te doen. Want veiliger dan de weg nu is, kunnen we hem niet maken. Het gaat hier om de passeerbaarheid, zodat er een iets betere doorstroming komt. Dat is de hele achterliggende gedachte. En dat is wat ik erover wil zeggen. Overigens, als oud-onderwijsman, een 7,5 wordt altijd afgerond aan 8. Er is nog aandacht gevraagd voor bebordingen, wethouder Van Leeuwen. Ja, ik heb aandacht gehoord voor de bebording, maar ook voor de nachtelijke uren in het donker. En daarvan hebben wij nota genomen en we zullen ervoor zorgen dat uw opmerkingen verwerkt worden. En dat want we hebben bijvoorbeeld gekeken in het filmpje, daar stonden die borden niet helemaal handig. Dus daar is zeker aandacht voor. Dat wordt overgebracht naar het adviesbureau. En ook 's avonds in het donker moet het helder zijn wat er van je verwacht wordt. Ben ik helemaal met de heer Uitslag eens. Ik vraag of ik naar de stemming mag gaan. Ik kijk even rond. Mag dat? Dan breng ik het voorstel aan stemming. Reconstructie rechtens de dijk. Voorstel ten eerste om kennis te nemen van het rapport reconstructie rechtens de dijk Dalsen van verkeerskundig bureau BVA. Twee, te besluiten dat de passeerstroken aan de noordzijde van de rechtens de dijk worden aangelegd. En drie, het college op te dragen de herinrichting van de rechtens de dijk in uitvoering te nemen. Wie is daarvoor? Dan kijk even rond. Dat zijn de fracties van de ChristenUnie, gemeentebelangen, het CDA en van D66. Wie zijn daar tegen? Dat is de fractie van de VVD en van de Partij van de Arbeid. En daarmee is het voorstel aangenomen. En hamer ik hem ook echt af. Daarmee hebben we in ieder geval voorlopig de Rechtense Dijk als onderwerp afgerond. En dan wil ik graag naar agenda punt 6. Herziening bestemmingsplan Leemlerveld 2008, Heideparkweg 14. Wie van u mag ik het woord geven? Ik kijk even rond. Niemand? Dan gaan we daar gewoon mee door. Nog iemand behoefte aan een bijdrage in het opinierend gedeelte? Ook niet? Dan gaan we naar de voorzitter. Voorzitter, ja, één opmerking. Ik wist niet of dat hoort niet echt bij de vragen, maar soms blijven oude schuren en dergelijke nogal lang staan. Wij willen vragen of er echt nadruk kan worden gelegd op het opruimen ook daadwerkelijk van oude spullen. Wethouder Agricola. Ja, voorzitter, ik begrijp uw vraag, meneer Nijburg. Er wordt in de vergunning die afgegeven wordt
wordt ook aan termijn gesteld wanneer de oude schuren en dergelijke ook daadwerkelijk opgeruimd moeten zijn. En dat wordt ook al gecontroleerd. Dus het wordt nu al gedaan. Nou, dan kijk rond. Dat was de behandeling. Dan gaan we naar de besluitvorming. Mag je in beeld? 12e herziening bestemmingsplan Lemelveld, Heideparkweg 14, voorstel 1. De 12e herziening bestemmingsplan Lemelveld 2006, Heidepark 14. Met daarin de geometrisch bepaalde planobjecten, bijbehorende bestanden enzovoorts enzovoorts. Langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen. En ten tweede geen exploitatieplan vast te stellen. Wie gaat ermee akkoord? En dat doet u allemaal. En daarmee is het met algemene stemmen. En dan ga je naar agenda punt 6, motie maatregelen N340 N377, 6a is het overigens. En minister Steeg, dat is de motie die D66 heeft ingediend. Die is aangehouden in afwachting van een reactie van het college. En die reactie die is ontvangen, die heeft u als het goed gehad, die is op RIS geplaatst. Provinciale staat heeft ook inmiddels een besluit genomen over de N-wegen. Dus we zijn echt een stukje verder. Het college heeft een korte samenvatting gemaakt van die besluitvorming. Die overigens ook natuurlijk weer dingen openlaat voor een deel. En die samenvatting hebben we ook aan u toegestuurd. En de vraag die voor ligt is wat dit betekent voor de motie. Wat betekent de stand van zaken voor de motie? Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En wat ik graag zou willen is dat ik dadelijk een ronde maak langs de woordvoerders. En dan begin ik bij de heer Rooijakkers als indiener van de motie. En wat mij betreft koersen we erop aan dat we vanavond of de motie in stemming brengen of we halen van de agenda af. Maar een van die twee dingen wil ik wel graag doen. Dit lijkt me niet iets wat Vliegveld Lelyveld komt terug de volgende maand, maar deze wat mij betreft niet. Dus daar streef ik wel naar. Meneer Rooijakkers, mag ik u het woord geven als eerste? Dank u wel, voorzitter. Ik heb de behandeling in de Provinciale Staten ook gevolgd. En ik heb wel geconstateerd dat er erg veel sympathie is voor de veiligheid van de fietsers langs Hessenweg, langs de N340. En dat is in elk geval iets wat alle initiatieven die verschillende partijen hebben genomen heeft opgeleverd. Erg harde conclusies kan ik er nog niet uit trekken, want voor een deel moet het uit het aannemingsvoordeel komen. En voor een deel wordt ook gezegd, ja, als dat dan niet lukt, dan moeten we maar zien dat we daar extra budget voor vinden in potjes die we nog hebben binnen de provincie. Dus in die zin vat ik dat op die manier samen. Ik weet niet of dat de wethouder straks dat nog wil corrigeren, maar dat is wat ik samenvat. Natuurlijk hebben ze niks gezegd over de ministersteeg, want dat is hun zaak niet. Maar over de fietsveiligheid langs de N340 is toch al vrij veel gezegd. Ten aanzien van het openhouden van de aansluiting van de Welsmerweg is er niet gesproken in de Provinciale Staten, omdat men het voorstel verder gewoon heeft behandeld zoals het lag. Dan kom ik nog even op het memo van de verkeerskundige analyse naar aanleiding van de motie die bij de gemeente is gemaakt. Ik constateer dat dat ook voor een heel belangrijk deel een samenvatting is van de plannen van de provincie. Waar men dan over heeft. Ik vind het alleen teleurstellend dat men refereert naar de PIP-variant, de oorspronkelijke plannen, want die PIP-variant die was gebaseerd op 100 kilometer weg met ongelijkvloerse kruisingen en die is al lang niet meer van toepassing. En dan verder, als het dan gaat over de details ten aanzien van de aansluiting van de Welsemerweg, wordt het plan zoals het al jaren bestaat weer opnieuw neergelegd, namelijk de ontsluiting van Oosterdalles over de Kammansweg en de Gernres. Ja, ik noem dat dan oud nieuws, want ik vind dat er niet in is gegaan op de argumenten die wij in de motie en in de mondelinge toelichting hebben genoemd. Dat vind ik teleurstellend. Er wordt alleen gesproken over dat als er op de Welsemerweg wordt gereden, dat dat als sluipverkeer wordt gekenmerkt. Nou ja, dat vind ik wel een heel erg rare manier. Want daar wordt ook gezegd met de vooruitblik naar het project N340, maar in die tijd en ook met het PIP werd er nog rekening gehouden met inderdaad de afsluiting van die kruisingen. Omdat er ongelijkvloerse kruisingen waren met de 100 kilometer weg en met bredere parallelwegen. En dat is nou net de reden waarom ik die motie heb ingediend. Dus ik ben heel erg teleurgesteld in de beantwoording van het college.
En daaruit concludeer ik dat u de motie handhaaft. En ten aanzien van de afsluiting van de ministersteeg wordt gezegd dat de politie dat ontraadt. Om allerlei redenen. En ik denk de belangrijkste reden, ze zeggen niet waarom. Het volledig afsluiten met de fietsval of hoe heet dat, de fietssluis, kan ik me voorstellen dat de politie daar nog eens even goed over na wil denken. Omdat dat ook consequenties heeft voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en al dat soort zaken. Dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was gewoon een bord plaatsen. En dat lijkt me niet zo moeilijk. Dank u wel. Ik kijk gewoon verder. Wie mag ik nog meer het woord geven? Meneer Nijkamp. Naar aanleiding van de motie en de eerste termijn van de heer Rooijakkers. Is het nou juist dat we kunnen concluderen dat op basis van het besluit van de provincie de Welsumerweg definitief wordt afgesloten op directe toegang op de N340? Want dat is denk ik wel even wat we dan heel helder moeten hebben. Is dat een juiste interpretatie van het besluit van de provincie? Op de provinciale weg, want dat is de N340. In de hele discussie is wel van belang van waar staan we nu? Dus misschien dat die vraag even beantwoord kan worden. Het is een feitelijke vraag. Vindt u het goed dat ik die bij de wethouder al neerleg, wethouder Van Leeuwen? Moeten we het besluit van de provincie zo lezen dat de Welsumerweg wordt afgesloten in termen van aansluiting op de HES? De aansluiting voor gemotoriseerd verkeer op de N340 wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats komt er een oversteekplaats met in het midden een vluchtheuvel voor fietsers en bromfietsers. Maar de op- en afrit op de Welsumerweg wordt afgesloten. Dat is overigens beleid wat hier al 5, 6 jaar in de raad bekend mag worden verondersteld. Antwoord luidt dus ja. En dat is relevant. Ga verder. Zijn er nog anderen? Meneer Uitslags, CDA, graag het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De motie ziet met name op het belang van de fietsers. Tenminste, zo heb ik die motie even vertaald. En ook net de inbreng van de heer Rooijakkers gehoord. En juist vanuit dat oogpunt zijn we niet zo'n voorstander voor een extra aansluiting op de N340. Maar dat zou juist het autoverkeer op de Welsumerweg aanmoedigen. Dan juist op diezelfde Welsumerweg veel fietsers gaan voordat ze op de ministersteeg kunnen rijden. Ja, dus we creëren daarmee een soort schijnveiligheid op één plekje en op de andere plekken wordt het een stuk onveiliger. En dan zitten we veel dichter bij de onvoldoende als bij het voorgaande agendapunt. Daarnaast is het fietsverkeer afsluiten door een fietssluis of wat dan ook wel een erg rigide maatregel als je kijkt naar aanwonenden en belanghebbenden. En slechts in plaats van een bord heb ik de politie al een aantal keren over horen praten. Dat nou juist uitermate moeilijk handhaafbaar is. En dus daarmee ook, nou ja, ik zou bijna zeggen symboolpolitiek dreigt te gaan worden. Dus voor wat betreft de CDA geeft de motie, roept op tot een deeloplossing. Die op andere plekken het probleem misschien wel erger maakt. En zullen we dus ook niet ondersteunen. We zouden zelfs het college willen oproepen om het autoverkeer op de Welsumerweg verder te willen ontmoedigen. En dus ook daarbij rekening houden met de aanleg van de nieuwe wijk in het Oosterdalfsen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, wat ons betreft ook de fietsveiligheid, die staat bij ons hoog in het vaandel. Nou, meneer Rooijakkers zegt ook al af, die gaf al aan van, daar is behoorlijk over gesproken. Waar ons wel zorgen baart is natuurlijk het sluipverkeer. En de heer Van Leeuwen die zei net van ja, dat was al enkele jaren bekend, maar met de woonwijk die daar komt te liggen, zijn we wel toch bang voor sluipverkeer. En dan met name de ministersteeg en noem maar op, om zeg maar elders aan die weg op te gaan. Het is duidelijk dat op een gegeven moment de Welsumerweg en die N340, dat nu duidelijk is dat dat geen op- en afrit meer is. Waar wel nog problemen mee zijn, is met het landbouwverkeer die nu nog over konden steken. En die dus aan de andere kant zeg maar, bij hun landerijen konden komen. Die zullen straks dan langer over die parallelweg gaan. En dat verkeer wordt steeds groter. Dus dat baart ons
toch wel grote zorgen. Er zitten veel punten in de motie die we, ja, die we sympathiek vinden. Alleen ja, het geheel is moeilijk om daar ja tegen te zeggen. Dus wij zullen de motie niet steunen, maar er zitten wel elementen in die we wel heel belangrijk vinden. Tot zover. Dank u wel. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, dan even in tweede termijn, want het is wel van belang om te weten waar we nu staan. Als het de afsluiting van de Welsumweg een feit is, dan geeft dat druk op de parallelwegen. Dat weet je. Linksom of rechtsom. Dus de vraag en het verzoek voor de aandacht voor fietsveiligheid, dat ondersteunen wij van harte. Dus daar moeten we ook echt serieus werk van maken. Er wordt gesproken over sluipverkeer. Op het moment dat de Welsumweg geen directe aansluiting meer heeft op de N340, zou dat via de ministersteeg of anderszins via de parallelwegen kunnen. Dat is één kant van de medaille waar je alert op moet zijn. De andere kant is misschien nog net zo belangrijk. Dat is namelijk toch ingegeven door het kaartje wat het college heeft opgenomen in de notitie. Er staat namelijk rondom Oosterdalfsen staat een 3 of 4 pijlen van ontsluiting. En tot de dag van vandaag hebben we nog niet echt een helder beeld gekregen van wat dan de consequenties zijn voor het onderliggende wegennetwerk. Zeker als de Welsumweg dan wordt afgesloten voor die aansluiting. Dus wij zouden in aanvulling op de motie en vooral ook het college willen vragen van op welke termijn kunnen we een eerste uitwerking krijgen van het onderliggend wegennet. En dan met name ook gericht op de ontwikkeling van die nieuwe wijk. Want daar wordt wel een pijl naar de Oosterdalfse steeg getrokken. Maar ja, die eindigt in het bos als ik die pijl volg. Maar uiteindelijk moet die ergens anders eindigen. Dus hoe zit dat hele verhaal in elkaar? Dat hoeven we niet nu beantwoord te hebben. Maar we zouden graag een termijn horen waarop we dit van het college mogen vernemen. En verder denk ik dat het collegevoorstel hoe om te gaan met de ministersteeg, dat dat een pragmatische is. En laten we ook inderdaad maar even stapje voor stapje zetten daarin. Dank u wel. Dan concludeer ik dat u in principe ook op dit moment niet de motie zult ondersteunen. Alhoewel u wel vindt dat de motie de juiste onderwerpen en vragen agendeert, maar niet in zijn uitwerking. Begrijp ik dat goed? Vooral ook meenemen in het totale plan voor het onderliggende wegennet. Ja, oké, helder. Ik ken meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik geloof dat ik een beetje aansluit op de Nijkamp. Ook wij vinden de motie in zijn opzet, wel een goede gedachte. Maar we kunnen niet helemaal goed overzien hoe zich dat nou verhoudt tot het grotere geheel. En je zou het inderdaad moeten zien in relatie tot het onderliggende wegennet in een wat bredere zin. En daarmee is dit dus niet een onverstandig voorstel. Maar je zou het wat meer in samenhang moeten bekijken. Ik heb nog wel een vraag aan de heer Rooijakkers om toch nog even op in te gaan. Onlangs is in de Provinciale Staten toch door een aantal partijen een voorstel gedaan om juist dit punt veiligheid Vechtdal-breed onder ogen te zien. En dat is toen niet aangenomen, onder andere doordat D66 daar tegen stemde. Dus dat vind ik ook wat tegenstrijdig met de motie die er nu ligt. Dus wellicht dat die daar nog wat op toe kan lichten. Voor het overige sluit ik me aan bij wat er net gezegd werd van de strekking van de motie, daar kunnen wij wel grote mate van begrip voor opbrengen. Maar wellicht is het niet helemaal het goede moment en moet je het in een wat groter geheel eerst bezien. Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. Ik denk inderdaad dat grote geheel dat een mooie samenvatting is. Een grote geheel qua verkeersplan, want inderdaad die Oosterdalfse steeg die komt misschien ook wel bij de Koestegen uit. En wat gaat dan de verkeersdruk daar zijn en hoe gaat dat dan aflopen? Maar de andere kant op, waar gaan mensen heen? Ik wou het geen sluipverkeer noemen, maar het is gewoon verkeer wat zich ontsluit. En ja, daar komen gewoontes uit en daar komen misschien wel dingen uit die je niet wil, misschien dingen die je wel wil. En ik denk dat daar goed over nagedacht moet gaan worden. Maar dat is misschien wel te vroeg. Het grotere geheel is tegelijkertijd met de uitslag in de Provinciale Staten de opmerking die daar zijn gekomen van ja, wat is de consequentie daar nou inderdaad van? En iedereen was wel positief ten opzichte van de veiligheid van de fietsers en daar gaat naar gekeken worden. Maar ja, hoe gaat het dan ingevuld worden? Helemaal duidelijk is dat nog niet. Dus ik sluit me aan bij de voorgaande sprekers. En ik zal de motie niet ondersteunen, maar ik denk dat het wel goede punten zijn om mee te nemen.
Meneer Roy, ik weet dat u het stemgedrag van uw collega's in de Staten nader wilt toelichten, maar voordat ik u dadelijk het woord geef, want dat ga ik uitgebreid doen hoor, wil ik even eerst de wethouder in de gelegenheid stellen om te reageren. En dan kunt u ook weer op de wethouder reageren en alles één keer meenemen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen om daar even wat directe antwoorden op te geven. Wat betreft de inbreng van het CDA, ja, zo staat het college er ook in. Het belang voor de veiligheid van de fietsers op de Welsumerweg. Op het moment dat je wel een aansluiting houdt, dan neemt dat verkeer, dat autoverkeer neemt daar toe. En dat is niet in het belang van de veiligheid van de fietsers. Voor wat het waard is, twee weken geleden ben ik voor overleg in Ommen geweest. Ik kom terugrijden en ik zie daar twee gigantische trucks met opleggers vanaf de Welsumerweg, de N340, opdraaien. Volgens mij is die weg daar helemaal niet voor bedoeld. En zouden we dat absoluut niet moeten willen met elkaar. Wat betreft de Menistensteeg, daar is aangegeven wat wij willen gaan doen. Er zijn een aantal mogelijkheden. Fietssluis zou ook wat ons betreft een van de laatste opties zijn. Maar we willen daar nauwlettend de verkeersaantallen gaan monitoren. En in overleg met de plaatselijke bewoners, maar ook met plaatselijk belang Oud-Leuzen, tot een oplossing komen waarbij, als u het mij persoonlijk vraagt, een bord met uitsluitend bestemmingsverkeer wel de richting is waar ik aan zou denken. En over handhaving, ja, dat vind ik dan iets minder belangrijk, want op zich is meestal zo'n bord al wel redelijk afschrikwekkend. Voor wat betreft het oversteken van het landbouwverkeer, ja, dat ben ik met u eens, meneer Raamaker. Daar zal voor het landbouwverkeer een andere route moeten komen met mogelijke gevolgen van dien. Maar ook dat moet natuurlijk nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het positieve vond ik van de motie in de Provinciale Staten. En dan refereer ik even, die heeft u ook gekregen. De motie van de SGP samen met Partij van de Arbeid, Veilige Fietsweg Vechtdal, waarin men zegt meer aandacht voor fietsveiligheid op de parallelwegen. Dit wordt opgepakt na de gunning van het hoofdproject, omdat dan bekend is wat wel of niet uit het optimalisatiepakket gerealiseerd wordt. Daar staan die schoolroutes op de parallelwegen op, die staan in kansrijke positie. Maar als dat niet het geval is, dan is er gezegd, financiering van deze mogelijk extra maatregelen moet dan komen uit de portefeuille mobiliteit. En die is van gedeputeerde Boerman. En die heeft daarmee de ruimte gekregen om in de buidel te tasten. En dat zijn onder andere essentgelden die daarvoor beschikbaar zouden kunnen zijn. Als u mij vraagt, wat is veiligheid op de parallelwegen voor fietsers, dan is dat een vrijliggend fietspad. En dan is dat niet een suggestiestrook voor fietsers, want die moet tegenwoordig bijna 2 meter breed zijn. Nou, dan hebben we al 4 meter en dat is bijna de hele parallelweg. Dus de enige echte veilige optie voor fietsers die daar gebruik van maken, dat is een vrijliggend fietspad. En daar wil ik mij ook naar de gedeputeerde toe hard voor maken. Het grote geheel, daar wordt nog even naar gevraagd. Neem het u niet kwalijk, maar een aantal jaren geleden is het bestemmingsplan Oosterdalfse vastgesteld. Daar zaten alle verkeersbewegingen in. We hebben de cijfers en ik zal ervoor zorgen dat die u zo snel mogelijk bereiken. Want daar staat onder andere in, ook gebaseerd op dat plaatje wat u gehad heeft, de huidige intensiteiten, verkeersintensiteiten en de intensiteiten die vanuit het verkeersmodel, let wel, model, verwacht worden. En dan zult u een toename zien op de Welsumerweg naar beneden toe. De Kampmansweg, de Gerner-S, die daar voor heringericht zal moeten worden. Want die is op dit moment daar niet op berekend. Oosterdalfse Steeg, een hele lichte toename. En dat moet dan, meneer Schuring, via de parallelweg inderdaad naar dat kruispunt Driessen, waar je in de problemen komt. En wij verwachten dus niet dat nou zo'n hele erge toename zal zijn. Maar die cijfers zijn er en ik ga ervoor zorgen dat u die zo snel mogelijk krijgt.
Voorzitter. Ja, meneer Rijkamp, en daarna ga ik naar de heer Goyakkes. Op het laatste nog even een korte reactie. Het gaat ons niet alleen om de cijfers, het gaat ons ook echt om het totale plan op het Dalfse grondgebied als gevolg van de besluitvorming van de provincie. Speerpunt zou daarin kunnen zijn Oosterdalfse, maar ook aan de westkant van de Koesteeg zijn ongetwijfeld nieuwe verkeersbewegingen, veranderende verkeersbewegingen. We willen graag een compleet plaatje zien. Oké, helder. U wilt gewoon meer inzicht in de effecten op het onderliggend wegennetwerk waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar zo had ik het ook begrepen, denk ik. We wachten even tot het beraad, want ik wil niet het risico lopen dat u... Ja, meneer Van Leeuwen, ik geef het woord aan de heer Goyakkes. Dank u wel, voorzitter. Ik wil mij graag bij het laatste betoog van de heer Nijkamp aansluiten. En ook benadrukken dat er natuurlijk verder gekeken moet worden dan alleen de verkeersstellingen van die wegen waarvoor staat. En we willen daar graag met de ChristenUnie wat verder in optrekken. Ik wil ook nog even reageren op het punt van de heer Wildvank. Die stemming waar hij het over heet is van de vorige statenperiode, niet van de huidige statenperiode. In elk geval, ik was toen ook nog niet in de raad. D66 had er nog niet zo'n link naar de provincie zoals nu. En wij acteren in de belangen van de gemeente Dalfsen hier. En daar proberen wij onze collega's in de Staten ook zover te krijgen dat ze die meehelpen verdedigen. En dat is gebeurd bij de laatste keer. Want een van de voorstellen was van laten we het plan Scherpenkaarten maar aannemen. En dat komt uit Dalfsen. En dat, maar dat heeft het niet gehaald. Vervolgens zijn we in de provincie mee gaan stemmen met al die moties voor fietsveiligheid en allerlei andere zaken. Ik wil toch nog even reageren op wat de wethouder zei over ja, dat het al 6 jaar bekend is en zo. Dat het zo zou worden afgewikkeld, dat is ook zo. Maar dat was nogmaals gezegd gebaseerd op de plannen zoals die lagen met 100 kilometer weg en ongelijkvloerse kruisingen. En nu hebben we een hele andere situatie. Dus ik wil dat toch nog even zeggen van nou, laten we nou niet iedere keer zeggen dat weten we al 6 jaar. Nee, er waren hele andere plannen. En we moeten ook niet zeggen die afsluiting is een feit. Want bij de provincie is niks een feit als het over de N340 gaat totdat de schop in de grond gaat. Dus laten we nou gewoon kijken als we vinden dat iets beter kan dan de provincie het nu heeft voorgesteld. Om dat, daar ook als raad gewoon een standpunt in te nemen. En ik heb het nog even over die dikke vrachtwagens. Het is misschien een tip, maar er zijn gemeenten die wegen waarvan zij vinden dat die niet voor vrachtverkeer geschikt zijn of voor doorgaand verkeer, dat ze die wegen ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen van die bedrijven die kaarten maken voor routeplanners voor auto's. Zodat die verbindingen ook uit die routes gaan. En dat heeft, we kennen allemaal die horrorverhalen van auto's die door woonwijken crossen en door 30 kilometer wijken om ergens te komen. Daar kun je als gemeente wat aan doen. Dus laten we dat dan ook doen. En verder is het zo dat ik denk dat die nieuwe situatie die nu is ontstaan met de voorlopige planvorming van de provincie, alle moties die daar zijn aangenomen, dat deze discussie hier in de Raad vooralsnog zijn doel heeft beantwoord. Er is nog eens een keer serieus over gesproken. Het is onder de aandacht gebracht. En ik denk dat een van de redenen waarom dat motie die we hebben ingediend misschien een beetje moeilijk is om daarvoor te stemmen, ongeacht dat het feit dat ik merk dat bij iedereen enige sympathie bestaat, is omdat wij misschien de fout gemaakt hebben om 2 dingen met elkaar te vermengen in 1 motie. Namelijk de verkeersafwikkeling Welsmoerweg en de nieuwe woonwijk. De fietsverkeer Ministersteeg en dergelijke en de parallelwegen. Dus ik wil de motie eigenlijk terugtrekken. Mijn huiswerk overdoen, eventueel in combinatie met andere partijen en met de wethouder en kijken of dat nuttig is om in een vervolgsfase met wat meer toegespitste moties te komen of alleen over de afwikkeling van Oosterdalfsen of Ministersteeg of fietsverkeer, zodat we daar ook in, zeg maar, heel sec naar kunnen kijken zonder dat we die belangen met elkaar vermengen. Dat was eigenlijk mijn conclusie, voorzitter. Trek het dus terug. U trekt hem terug en u komt mogelijkerwijze met een ander, maar u zult proberen om voor die andere dan meer ondertekenaars te hebben en meer draagvlak, zodat er ook een grotere kans is dat die ook impact zal hebben. Maar deze is ook niet helemaal zonder impact, want u heeft gehoord van de collega's van de andere fracties dat ze een aantal punten wel degelijk onderschrijven. Ik zag wethouder Van Leeuwen op zijn stoel bewegingjes maken. Klopt.
Ik wil even iets rechtzetten. De heer Rooijakkers had het erover dat ik heb gezegd de afsluiting van de Welsummerweg, dat is al langer bekend. Want dat is een gegeven waar we als gemeente al langer op die toer hebben al langer gezeten. Daarnaast, en dat staat los van de afsluiting van de Welsummerweg, zijn er berekeningen gemaakt voor de ontsluiting van Oosterdalfsen. En die twee die staan los van elkaar. Ja, je kunt ze ook betrekken, maar dan kom je in de situatie zoals de heer Uitslag schetste, namelijk dat je nog meer verkeer op de Welsummerweg krijgt waar je ze niet wil hebben. Dus daar wil ik even nadrukkelijk op wijzen. Verder zijn er ook berekeningen voor de westelijke kant. Alleen ik krijg net ingefluisterd dat de provincie naar aanleiding, en dat is natuurlijk ook vrij logisch, van deze besluitvorming op dit moment nieuwe rekenmodellen maakt, nieuwe berekeningen. En die zullen ja, met een enkele maanden beschikbaar zijn. En ik adviseer u om tot die tijd te wachten met het opstellen van een nieuwe motie. Want dan kunt u dat doen op basis van de meest recente gegevens. Dank u wel. Ja, meneer Nijkamp, ik vermoedde het al. Ja. Ja, nee, ik ben blij met de toezegging dat we die cijfers krijgen. Maar het ging nog niet alleen om die cijfers, want cijfers is basismateriaal. Waar het met name om gaat is van wat is dan vervolgens de uitwerking in plannen voor ons wegennet. Maar u geeft daar ongetwijfeld een vervolg op. We zouden graag een keer, niet al te lang termijn, willen weten wanneer we dat tegemoet kunnen zien. Wethouder, dan wordt u een toezegging gevraagd. Die had u namelijk nog niet gedaan. Nee, maar als u het niet heel erg vindt, meneer Nijkamp, dan wil ik eerst even mijn licht opsteken wat de provincie denkt, wat voor termijn of dat zij daarvoor nodig hebben. En zodra ik die toezegging kan ik u wel doen, zodra wij de cijfers hebben, dan krijgt u de cijfers en onze uitwerking daarvan, die krijgt u ook. Misschien niet tegelijkertijd en dat we er dan nog eens een keer hier met elkaar over in debat gaan, graag. Dus geen termijn, maar wel de toezegging dat zodra de cijfers er zijn, u ook de effecten voor het onderliggend plan krijgt. Nou, dat lijkt me heel mooi voor u. Ik zag dat de heer Schuring graag nog wat wilde zeggen en dan ga ik kijken of ik naar een afronding toe kan. Meneer Schuring. Ja, in misschien aanvullende vraag. We hebben het over de fietsveiligheid en we hebben het over de ontsluiting van Oosterdalfsen. Ook door toedoen van ontwikkeling op de N340. Wordt er in die becijfering ook meegenomen de fietsveiligheid over de rondweg, omdat die belasting groter gaat worden door afsluiting van de Welsummerweg, onder andere. Dus veel schoolgaande kinderen die naar de andere kant van de rondweg moeten. Die discussie die ook al eerder gevoerd is. Maar die misschien in dit geval wel weer extra belast gaat worden. Wordt dat meegenomen? Wethouder van Leeuwen. Ja, dat was al meegenomen en dat zal ook in de nieuwe situatie meegenomen worden. Waarbij de uitkomst is dat de rotondes uitstekend voldoen, hun werk goed doen. En er is weliswaar, en dat begrijp ik, een gevoel van onveiligheid, maar de cijfers geven juist het tegenovergestelde weer. Oké, dank u wel. Ik concludeer. Sympathie voor de motie, maar wordt niet ondersteund. U trekt hem terug. U komt te zijner tijd misschien met een meer toegespitste motie terug die meer draagvlak heeft. De wethouder heeft toegezegd dat hij met de effecten van het onderliggend verkeersplan komt zodra hij de cijfers van de provincie helder heeft. En ik trek eigenlijk de conclusie dat we op dezelfde manier aan het zoeken zijn naar hoe we die zaak zo goed mogelijk kunnen inrichten, waarbij fietsveiligheid iedere keer als allerbelangrijkste punt wordt genoemd. Heb ik zo de discussie goed samengevat? Ik kijk rond, dat heb ik gedaan, dat is fijn. En dan sluit ik dit agendapunt af en dan ga ik naar de overige agendapunten. En dan kom ik op het vaststellen besluitenlijst van 25 januari 2016. Twee besluitenlijsten, zoals gewoonlijk, één openbaar, één vertrouwelijk. En als u over de vertrouwelijke iets wilt bespreken, dan moet dat in een besloten gedeelte. Dus als u dat wilt, even melden, dan bewaren we dat en dan schorsen we de vergadering. Wie van u mag ik het woord geven over de openbare lijst? Zijn er vragen over? Niet. Besloten lijst ook niet. Mag ik ze vaststellen? Doe ik dat, hè? Ja. Ga ik naar de ingekomen stukken en mededelingen.
In mijn annotatie staat geen bijzonderheden. Dat vind ik altijd heel spannend. Geen bijzonderheden, klopt dat? Dat is wel een kwaliteitskeuze die in het verleden gemaakt heeft. Dus dat is ook... Dames en heren, ik ga over tot de sluiting. Agenda punt 9. Ik wil er toch nog heel even bij stilstaan. We hebben een heel lang traject gelopen rondom die Rechtlandse dijk. En het is toch goed om daar even bij stil te staan. Want het is bij Vlagen buitengewoon spannend geweest. Mensen hebben zich daar ook vaak kwetsbaar, sommigen van u kwetsbaar in opgesteld. En dat heeft ook soms zeer gedaan. Laten we daar ook gewoon niet omheen draaien. Ik heb u al eerder gecomplimenteerd en ik wil u dat toch nu wederom doen. Dank voor de wijze waarop u uiteindelijk dit pijnlijke dossier voorlopig tot een goed einde hebben weten te brengen. En ik sluit de vergadering. Ja. Oh, ik wilde bezwaar maken tegen de formulering, voorzitter. Nee, de vergadering is gesloten, meneer Rooijakkers. En ik ben van de orde.